In 1288 werd met de bouw van kasteel Terstrijen begonnen door Willem Willemszoon van Strijen, een nakomeling van de machtige graven van Strijen, waarna het in handen kwam van vrouwe Beatrix van Putten en Strijen. In 1324 kocht Willem van Duivenvoorde, 1290 tot 1353, het kasteel en liet het uitbreiden met een voorhof en een diergaarde. Toen Willem overleed, ging het kasteel over naar zijn bastaardzoon Willem van Oosterhout, die er van 1353 tot 1402 woonde met zijn vrouw Heldwig van Wassenaar. Toen Willem zonder kinderen overleed, erfde zijn neef Jan van Polanen het kasteel. De van Polanen hadden in Breda al een mooi kasteel en voelden er niks voor om in kasteel Terstrijen te gaan wonen. Daarom liet Jan er een kasteelbewaarder in wonen. Toen zijn kleindochter Johanna in 1403 op 11-jarige leeftijd trouwde met Engelbrecht van Nassau, kwam het kasteel in bezit van de graven van Nassau. Ook zij woonde liever in Breda. De dikke leemlaag die daar dicht aan de oppervlakte bevindt, was een stevige ondergrond en zorgde ervoor dat het water in de grachten bleef staan. Het was een strategische, belangrijke plaats, precies op de grens van Holland en Brabant, ter hoogte van twee belangrijke handelsroutes, Keulen-Dordrecht en Antwerpen-Utrecht. Reconstructie van het verdedigingsstelsel van Strijen volgens de huidige inzichten gezien vanuit het zuiden. Zwart is het restant de Slotbosse toren. De Hoekse en Kabeljauwse twisten. Deze burgeroorlog van 1345 tot 1490 begon toen Willem IV stierf zonder een erfgenaam na te laten. Zijn rechten vielen toe aan zijn zuster Margaretha van Henegouwen, die haar 13-jarige zoon aanstelde om het gebied van Holland en Zeeland te besturen. Een raad onder leiding van Van Duivenvoorde moest hem daarmee helpen. De Sint-Elisabethvloed. Door een storm in de nacht van 18 op 19 november braken de dijken door. De Grote Waard, nu de Biesbos, liep onder, waarbij 50.000 hectare land verloren ging. 64 dorpen werden verzwolgen en zo'n 10.000 mensen verdronken. Geertruidenberg kwam aan een kleine binnenzee te liggen, Dordrecht op een eiland en ten noorden van Huizen Terstrijen ontstond een groot moeras. Het kasteel werd te vochtig voor bewoning en doordat de handelsroutes waren doorbroken, verloor het strategische betekenis. Wat in de grond zit, zit veilig. De archeologie is in kinderschoenen ontgroeid. Er is niet veel meer te vinden van die oude schatzoekers. Het gaat nu om het verzamelen en vastleggen van informatie en een beeld scheppen hoe, onder andere, de Oosterhouters vroeger hebben geleefd. In de laatste eeuwen is alle kennis over Huizen Terstrijen verloren gegaan, samen met het grootste gedeelte van het kasteel. Alleen door blijvend onderhoud zal het laatste stukje behouden blijven. De stenen werden onder meer gebruikt voor de bouw tussen 1617 en 1620 van het Vrijheidshuis te Oosterhout. De aanleg van Oosterhoutse straten. Dijkwerken in Moerdijk begin 18e eeuw. In 1732, zo'n 100 jaar later, staat er alleen op de toren. De zwakke helft werd in 1735, om de rest van de toren te redden, opgeblazen met dynamiet en de stenen werden ook weer ter gelde gemaakt. Steengroeven.
Het door de Schout van Oosterhout beheerde kasteel maakte in het begin van de 80-jarige oorlog tijdens een belegering door Alva in 1573 zo beschadigd dat het herstel werd afgezien. Voor zover bekend oudste tekening van het Huis ten Strijen uit 1636. Het laat zien dat het kasteel al een bouwval was. De grote hoeveelheid stenen waaruit het kasteel was opgetrokken bleken zeer interessant voor hergebruik. Het kasteel werd al heel gauw als steengroeven gebruikt. Het monument. Het is graag te beseffen dat in de afgelopen eeuwen alle kennis over dit kasteel in Oosterhout verloren is gegaan. Zelfs de naam veranderde in de Slotbosse Toren, naar het bos dat om de toren stond. Het gebied rond de toren werd verkocht, waarna het bomen werden gerooid. Alleen de toren bleef behouden. Er werd in 1886 officieel een monument. Vind het een supermooie toren, een ruïne. Ik wou dat even met jullie delen. Is ook ergens een boek voor over, Schaduw van de Avond, dat over een meisje, kleindochter van Willem van Duivenvoorde gaat, die in deze toren aan het schrijven is. De foto is een Slotbosse toren. Thank you.
Hey. Maar dit putje is nu toch al scherp genoeg voor een spijker? Voor spijker zou dit al wat scherp genoeg zijn. Maar nu is het een vierkant puntje en ik ga er een rond puntje van maken. Daar geloof ik niks van. Jij wel? Dat kan je niet hoor. Volgens mij kan je dat niet hoor. Ja, door dat rond, zie je dat? Kijk, nu heb ik al een beetje een achterhoekje. Door dat rond. Lekker druk, Snee. Ja. Goed druk. Ja, ja. Lekker hoor. Ja. Ja, hij is al bijna rond. Hij is al bijna rond. Ik zal hem nog een beetje in het vuur leggen, dat hij wel een beetje warm wordt. Dat jij bent brutaal, hoor. Ja, ik ga rustig gaan, Enes. Waar? Ik ga rustig gaan. We gaan die kant blijven staan, dan staat het lekker uit te doen. Lekker warm. En uit de rook. Schilder stuk. Wat gaan we maken? Zwaarden. Zwaarden. Oh, dan mag ik ook vragen. Oh, ik maak je ook zwaarden. Nee, die hebben we nog niet. Ik heb die nog niet gemaakt. Weet je geen vergunning voor? Mag je niet. Nee, want dan wordt je levensgevaarlijk. Maar ik heb al wel in de planning staan om te gaan maken. Dus. Ja. Messen gemaakt. Geen zwaard. Ik wil zo'n groot ridderzwaard maken. Echt een hele zwaard. Ja, dat lijkt me wel. Ja. Duivenvoorde. Ja. Ja, hè? Ja, was je mee getrouwd, toch? Ja. We willen van Duivenvoorde. Ja, absoluut. En ik slaap ook hier in het kasteel. Helemaal in de bovenste toren slaap ik. Ja. Welk raam? Welk raam? Nou, dat bovenin helemaal linksboven. Nou, dus als je vandaag slaapt, zou ik zwaaien. Ja, dat is prima. Ja, dat is goed. Het is wel tochtig. Het is hartstikke leuk. Ja, dat is allemaal heel lang geleden, jongens. En dan zien hoe het goed was. Maar ja, dit werk ook, hoor. Dus dat idee, daar lopen ze al heel dit lang. Dit is eigenlijk het plastic touwtje van de oudheid, hè. Die hebben ze vroeger alles mee gebonden, hè. Ja. Wij gaan er naar maken. Dit is gewoon dat wordt een mandje. Ja. Oh, een mandje. Een bodem. Dat is de bodem van een mandje. Ja, maar misschien doen we dan een zwarte jas, hè. Ja. Maar kon u dan nog vroeger uw brood leveren? Nee. De eerste mensen die konden dit vlechten. Ja. Dan smeerden ze dit vol met klei. Een dikke laag, ze gooien het in het vuur en ze hadden de pot in. Ja. Want ik denk dat ze heel lang alleen maar dit vlechtwerk met leem gebruikt hebben om drank en zo te bewaren. Ja, inderdaad. Ja. Ja, als het water dicht. Ja. Heel mooi, dank je. Kom vrienden, een ronde minnaars van in een stiel. En ik zal u gaan verkonden hoe ik door het sletters wiel. Ten kost verdien voor vrouw en kind schoon blootgesteld aan weer en weer. Ter lier al om ter la, van links om rechts om draait men een steen door het roede van mijn been. Tegen buikloop, oorpijn. Ik heb gisteren te veel gegeten. Haaruitval. Ja, daar heb ik zeker ook een middeltje voor. Oh. Dat is dit flesje. Ja. En als u daar eens even kijken, een half flesje 's morgens en een half flesje 's avonds. Zo. Dan weet ik zeker dat u. Ja. Nee, dat u er vanaf bent. Ja? Ik heb het al in diverse dorpen in de omgeving heb ik het bewezen. Ja. En ik heb geen klachten van de mensen. Ze komen u niet achterna. Komen me niet achterna. Ja. Toen al linkerzak, rechterzak. Ja, hè? Ja. Hey, bedankt, hè? Alsjeblieft. En ja, ik zou zeggen, kom terug. Ja, is goed.
ken ik jou van. Praat goed met me, ja, dan kijk niks. Want ik heb een klop net denk erom. Het is geweldig. Jij lust ook alles, Walter? Ja, ik lust eigenlijk alles. En je mag ook alles hebben? Voorlopig nee, wel van een dokter. Je staat met, op het kasteel, joh. Oké, geweldig. Maar je proeft nou wel dat het historische film. Een andere parken niet is. Hè? Het is niet meer dan een ruïne, maar in 1300 stond hier het grootste kasteel van West-Europa. Bewoond door Willem van Duvenvoorde. Ondanks dat hij werd geboren als een bastaard, werd hij toch een rijk en machtig man. De Oosterhuisse schilder Peter Nuiten vond het hoog tijd deze Willem een gezicht te geven en maakte een bijzonder portret. Peter Nuiten werkte 2,5 jaar aan het schilderij. Hij verdiepte zich in de geschiedenis en bestudeerde paarden, kleding en bouwstijlen. Ja, alles klopt. Ik kan wel zeggen dat voor 99,9% alles klopt. Het enige waar je dus inderdaad over kunt discussiëren is het gelaat van Willem van Duvenvoorde. Omdat daar geen afbeeldingen van bewaard zijn gebleven. En dat is natuurlijk wel een probleem bij een portret. Ligt op zijn schilderij. Leuke kennismaking. En zo staat de schrijfster nu dus oog in oog met haar eigen hoofdpersoon. Kort, korte man, wilskrachtige kin. Ja, en een heersersblik, dat klopt precies. Willem van Duvenvoorde was rijk en machtig. Een belangrijk man in middeleeuws Europa. Wilskrachtig, ambitieus, je gaat over lijken. En zo is hij hier ook wel geportretteerd. Ja, ik vind het goed gekozen. Het schilderij is duidelijk te groot voor Nuitens huis. Er moet elders een plekje komen. Het liefste zou ik hem natuurlijk in Oosterhout willen laten, Willem. Want daar hoort hij dan toch thuis, voor mijn gevoel. In het gemeentehuis zou natuurlijk een perfecte plek zijn. Van Willem van Duvenvoorde zijn 13 bastaardkinderen bekend. Zijn genen zouden dus best nog in Oosterhout rond kunnen zwerven. Soms kijk je in Oosterhout rond en dan denk je, nou, ze kan wel eens een nazaat van Willem zijn. En nu wij een portret van Willem hebben, kunnen we misschien nog wel meer nazaten herkennen.